kijken naar deze video. Ik ben Charissa en vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik dit witte t-shirtje ga pimpen met embleems. Dus ben je benieuwd naar deze video? Blijf dan sowieso even verder kijken. Nou, wat zijn de benodigdheden? De benodigdheden zijn een t-shirt. Ik heb hiervoor een wit t-shirt gekozen, want dan vind ik dat de embleems er nog iets mooier in uitkomen. Maar het kan natuurlijk ook in het grijs of in het zwart, wat je zelf leuk vindt. Natuurlijk heb je embleems nodig. Je hebt ook een naaimachine nodig. Het hoeft niet per se met een naaimachine. Je kunt het ook gewoon met naald en draad doen. Maar met een naaimachine blijft het net iets beter vastzitten. Dus, een naaimachine. Je hebt speldjes nodig, dit zijn kopspelden. En hiermee zet je de embleems vast op t-shirt, zodat ze niet verschuiven, want anders dan gaan ze misschien scheef zitten. En je hebt natuurlijk spoeltjes nodig en deze gaan in de naaimachine. En als laatste heb je ook nog klosjes nodig. Nou, hier achter mij heb ik genoeg klosjes, dus die ga ik straks uitkiezen. De kleur bij het embleem die ik kies. Nou, ik heb het t-shirt zo neergelegd. En dan ga ik uit mijn embleems kiezen welke ik leuk vind om erop te doen. Dus ik vind deze sowieso heel leuk, dus deze doe ik er sowieso op. Nou, ik ga nu eventjes laten zien hoe je moet spelden. Pas op, want de speldjes zijn scherp. Dus, nou, je pakt dus een speld. En er zit hier. Een rood kopje aan. En daar kunnen ze aan vasthouden. Dus ga hem niet aan de andere kant vasthouden, want dat doet pijn. Kijk, nou ja, het doet niet heel pijn, maar stel dat je hem echt in je hand doet, doet het pijn. Dus pas daarmee op, want het is heel scherp. Nou, dan pak je dus. Nou, zoek je even een embleem uit. Ik pak deze even. Dan zorg je ervoor dat hij recht ligt. En dan steek je hem erin. Zo. Dan kun je even met je hand hieronder. Anders ga je door twee lagen stof heen. Dat wil je ook niet. Zo. Nou, dan zit het erop, spelde erop. En nu ga ik eventjes een kleur voor het klosje kiezen en voor de spoeltjes. En ik zie dat er heel veel aan de zijkant zwart, rood, wit, groen zit. Dus die ga ik even bijzetten. Nou, we staan dus nu bij de klosjes. En nu ga ik eventjes de kleuren van de spoeltjes. Ga ik even kijken welk klosje daarbij past. Waarschijnlijk voor de mensen die op de naaimachine gaan, die weten wel dat als je begint met naaien en als je eindigt met naaien, dat je dan naar voren en naar achter gaat. Met deze stap op deze machine. Dan soort aan het einde heet dat dan afhechten en dan blijft het zeg maar extra goed vastzitten. Draadjes er even af moet knippen. En dan krijg je dit als eindresultaat. En we gaan nu even door naar de try-on beelden. Nou, dan is dit het eindresultaat. Ik ben er in ieder geval super blij mee, want het is iets wat super uniek is. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden en ervan genoten hebben. Dus vergeet niet te liken en te abonneren en dan zie ik jullie weer bij de volgende video.